mobiel bellen in de heen. Kan dat? Nee, heel moeilijk. Totaal geen bereik hier. Vaak moet je naar buiten of je moet vlakbij het raam gaan staan. Dat is een grote ellende, ja. Ik heb begrepen dat het einde van het stenen tijdperk nadert. Kijk, dat is... Hallo? Ja, één streepje bereik. Daar kom je natuurlijk niet ver mee. Mobiel bellen in de heem is altijd al een probleem geweest. Maar daar gaat deze zendmast die verandering in brengen. Belangrijk moment, hè? Ja, waarom? Omdat het... Waarom was dit nou nog gewoon niet eerder? Ja, We leven in 2014. Dat klopt. We zijn een groot aantal jaren bezig geweest. Vodafone heeft destijds ook gezegd van... Ja goed, het is economisch niet haalbaar. En het moment dat nu de uitbreiding van de A4 komt... zien wij ook economische redenen om de mast te plaatsen. Dus het is puur economisch, maar er wonen toch ook gewoon meer dan 500 mensen in de heen. Die hebben natuurlijk ook recht om te kunnen bellen. Absoluut. Ik denk dat de indoordekking en het binnen kunnen bellen in de heen was zeker problematisch. Aan de andere kant, voor buiten ging het voor een groot deel van het gebied wel. Het is wel zo dat de heen precies tussen de drie bestaande masten in deze regio in lag. Dus week 7, 10 februari, verwacht ik dat deze mast in de lucht gaat. Ja. Wanneer krijgen we hier 4G? Volgende eeuw? Nee, zeker deze eeuw, dus dat is goed nieuws. Nee, de plannen zijn 2015, 2016. Einde van dit jaar zal een groot deel van Nederland die 4G-dekking hebben. Het goede nieuws is dat de elektronica aan deze mast kan wel 4G aan. Dat zal niet in week 7 aangezet worden. Dus het kan wel veel sneller dan volgende eeuw.